Hallo, ik van IMT. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Cities Skylines. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we hebben vandaag, of de vorige aflevering, in ieder geval ook een nieuwe brede weg gemaakt, zoals je hier kunt zien. Die loopt dus helemaal deze kant op. En dat gaat dus ook betekenen dat we die waarschijnlijk binnenkort ook een keer hier naar de andere kant toe kunnen connecten. En ik zie dat we deze niet echt water hebben of iets dergelijks. Dus laat ik die maar ook even dat geven. Even kijken, als ik het zo doe, dan komt het in principe goed. Zo, dan hebben ze dat allemaal. En ik zie ook een probleem met de hoeveelheid afval dat is. Dus ik moet eigenlijk even kijken waar ik daar... Misschien gewoon nog hier eentje neerzetten. Want dat zie ik nog wel, dat er nog een behoorlijk grote hoeveelheid is. En ik kan ook wel hier zien dat er nog behoorlijk wat verkeer is. Zo te zien. Want, oké, we hebben dus ook al een metro die we kunnen gebruiken. Maar dat vind ik eigenlijk nog wel een beetje overbodig. Dus zien, hoe zit het met onze elektriciteit en water? Dat valt nog wel mee. Oh ja, en hoe zit het met onze... ziekenboeg en zo. Okay, hier kan er nog wel eentje voor. Die heeft dat ook nog. Oké, dat is prima. Hoe zit het eigenlijk met de scholen? Kan iedereen erbij komen? Nee, hier mag er nog wel eentje bij komen. Er is nu een behoorlijke hoeveelheid vraag naar winkels. Misschien moet ik daar eens even een nieuwe winkelwijk gaan neermaken ergens. Ik kan hier gewoon een soort van straat maken. Die ik dan over deze weg maak. Kan. Even zien. Oké, zo dus. En dan gaat hij daar weer naar beneden. Zo. Gaat dus wel betekenen dat we even... Stroom ook even die kabels moeten aanpassen. Maar dat komt zo dadelijk wel. Oké, deze die zet ik wat meer zo neer. Deze moet dan eigenlijk daar naartoe komen. Misschien toch al het beste. We kunnen hier natuurlijk nog een aantal huisjes komen. Misschien hier achter ook nog eentje. Dat past net. Nou, waarom niet? We hebben tenminste ook nog een... Goed gebruikt straatje hier. Deze die connect ik hier wel even gewoon aan. Deze die laat ik gewoon hier naartoe gaan. Oh, thanks Windows Defender. Thanks voor de... melding. Oké, dan maken we dit gewoon allemaal winkels. En dan worden gelijk alweer dingen gebouwd. Dat is mooi. Nee, deze kan maar niet. Ik dacht van, oh, dan kan ik een mooie tunnel onder maken, maar dat was hem dus niet. Dus dan maak ik hier gewoon nog een aantal winkeltjes erbij. Maar ja, water is natuurlijk ook wel een benodigdheid om te hebben hier natuurlijk.
Nou, het valt nu eigenlijk wel mee met de hoeveelheid verkeer dat er tussen het industrieterrein en het woongedeelte bevindt. Dat is nog wel fijn. Wat zeggen ze? Meer parkjes willen jullie dus hebben. Daar kan ik voor regelen. Beetje kijken. Hierheen, hierheen. Daarheen. En daarheen. Dat vind ik al prima, denk ik. Wat zeggen ze allemaal? Oké, okay, gewoon over vakantie of iets dergelijks. Ziet er eigenlijk ook wel grappig uit. Of zo'n weggetje. Oké, dit moet ik even overnieuw doen, want het ziet er niet echt uit. Ik denk dat ik deze hele kabel eventjes weghaal. In principe gaat er natuurlijk ook al eentje richting de industrieterrein. En dan gaat er al eentje hier natuurlijk naartoe. Als ik gewoon zo maak, dan scheelt dat in ieder geval weer een hele hoop. Oké, eens kijken. Hoe zit het met de auto's? Oké, hier is het nog behoorlijk druk. Voornamelijk hier. Vinden ze. Niet heel gek. Misschien moet ik... Oh, shit. Space already occupied. Dus dat is... Oh. Hier dus. Als een sim limits. Dankjewel voor die pop-ups en altijd in fucking Windows. Nee. Space already occupied. Nou, dan zetten we gewoon van een 4. En dan maken we hier gewoon zo'n klein stukje van. Oh, er zit zeker zo'n bushalte of zo. En daar ook, precies dezelfde. Eigenlijk ook geen één. Fuck off met die stomme notificaties. Er is helemaal niks. Hier, zo. Dat wil ik doen. Oké, de drukte hier op deze wegen, die worden ook al minder. Het is gewoon alleen de chaos hier in het midden. Dat is een beetje irritant. Maar. Ik denk dat ik ook de volgende straatjes ook met van die bompjes laat maken. Vind ik zelf wat mooier om ook te doen. Oké. Hier maak ik dus nog even een beetje een winkelstraat van. Prachtig. Het is een keer wat anders. Oh shit. Oh leuk. Ja, duidelijk.
Nou, wat gaat er allemaal zo kapot door dat brandje? Nee joh, je meent het. Leave campfires and treehouses immediately. No shit. Zou ik een beetje met bochten gaan werken? Waarom niet? Ah, nee. A forest fire is raging in the area. Oh, Jesus. Kan er iemand even het brandje blussen of iets dergelijks? Oké, dat is een hele hoge vraag naar woonwijken. Dan is het maar goed dat ik deze straat mee bezig was aan het maken. Oké, okay, ik ga ook nog eens even een aantal van die waterpompjes neerzetten. Van 3. En hopelijk als het kan misschien ook nog wat sewage systems. Daar één. Oh, de winterpinnen zitten een beetje in de weg. Dus dan moeten deze gewoon eventjes weg. En dan komt het goed. Hoppakee. Space already occupied. Fuck. Dan blijf ik deze. Oké, dan zo. En dan gaan we deze ook natuurlijk nog even connecten. Want dat is ook wel even verstandig om te doen. Nog extra waterturbines zal in principe nog wel handig kunnen zijn. Zo, dat is wel een grote hoeveelheid. En hier kun je ook echt wel zien dat er nog een dikke bosbrand is geweest. Ook wel best wel een groot stadje, vind ik zelf. Maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like, een fijne nou, en dan zie ik me weer. Later.